In Limburg werd onlangs een puma gezien en in Zuid-Holland een lynx. In Amsterdam liquideerde de politie een ontsnapte wolf en langs de snelweg in Apeldoorn liep een beer. Steeds vaker worden we geconfronteerd met berichten over loslopende exotische dieren. Waar komen deze beesten vandaan? De dierenbescherming heeft hierover vanochtend dit rapport gepubliceerd in de winkel van Sinkel. En een van de conclusies luidt: de Europese wetgeving is zo lek als een mandje. Beschermde diersoorten die in een dierentuin of fokkerij zijn geboren, kunnen op die manier bij particulieren terechtkomen. Met alle gevolgen van dien. We kijken even naar een fragment uit videomateriaal van de dierenbescherming. This and this is better. To take out the nails, yes? If you want. For me. Hola. But it's 1.5 months. It's almost 2 months. Okay. And it's $3,000, yes? I will calculate exactly. And what does it eat? What? I can put it in the car and you have documents, yes? Yes, I have documents. Good. All the baby tigers. I think I can obtain two baby tigers more. Ja, naast mij zit de heer Rob van der Pol, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. En in de studio in Den Haag zit Matthäus Blijenberg van de Dierenbescherming. Meneer Blijenberg, u heeft bijgedragen aan het rapport. Hoe komen exotische dieren terecht in de handen van particulieren? Ja, het is natuurlijk vreselijk om die beelden te zien van zo'n tijger, van zo'n Siberische tijger, waar er nog maar 500 van zijn in het wild. We hebben gemerkt met onze verborgen camera dat het voor particulieren makkelijk is om dit soort dieren, uiterst beschermde dieren, aan te schaffen. Via handelaren, onder andere in Spanje. En gebleken is dat deze tijger die net gezien is, uit een dierentuin komt in België. Maar even nog, stel ik wil een lynx of een tijger. Waar kan ik heen om aan zo'n beest te komen? Hoe gaat zoiets? Nou, het is eigenlijk een gewone dierenwinkel in Barcelona waar we deze tijger hebben gekocht. En het blijkt dus zo te zijn dat dit soort handelaren allerlei dieren aanbieden. Niet alleen die tijgers, maar ook allerlei apensoorten, reptielensoorten die uiterst bedreigd zijn. En die kan je dus gewoon als particulier kopen. Noem nog wat beesten op die je zo al in je huis kunt hebben rondlopen als je ze aanschaft. Ik bedoel... Nou, gisteren zijn nog 2 krokodillen aangetroffen in de achterbak van een auto in Nederland. Mensen die daar gewoon aan beginnen, ook bedreigde dieren. Wat kost een krokodil? Dat zou ik niet weten, wat daarvoor gevraagd wordt. Het is wel duidelijk dat dit soort dieren, dat daar zoveel aan verdiend wordt, vaak 2000 keer de winst, wat men uiteindelijk ervoor betaalt. 2000 keer. Dat men uiteindelijk het vaak ook niet uitmaakt of dit soort dieren, wanneer je ze bijvoorbeeld uit het wild ook vangt, of die sterven ja of nee. Dat maakt vaak handelaren niet eens uit. Nee. Maar nou zijn er wetten en regels om de handel in beschermde diersoorten tegen te gaan, toch? Ja, je hebt onder andere voor die bedreigde dieren heb je de CITES-wetgeving. De CITES-wetgeving, daar komen dieren op die lijst die uiterst bedreigd zijn. Nou, daarvan hebben wij kunnen aantonen dat dat soort dieren gewoon in de handel en naar particulieren toe te koop zijn. Ja, maar er is eigenlijk geen enkele restrictie wat betreft de handel in dieren die dus in gevangenschap zijn gefokt en geboren, hè? Daar komt het op neer, ja. Ja, u zegt zojuist dat die tijgertjes die we in de video zagen, die waren afkomstig van een dierentuin in België. We kijken nog even naar een fragment van de video die u gemaakt heeft. Een Spaanse dierenhandelaar die geïnterviewd wordt over... nou, ik weet het niet meer welk beest. We gaan even kijken. You only sell to Holland, you never buy from Holland. Yes, we buy to in March. We bought a couple of jacinth macaw. It's a very rare parrot. Blue, very big, very expensive too. And we bought from Holland, from a zoo. And... So you bought from a zoo from Holland? Yes. What animal? Jacinth macaw. It was a... Big parrot. Big blue parrot. $15,000. Blauwe papegaai, 15.000 gulden te koop bij de Nederlandse dierentuinen, meneer Van der Pol, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Bent u hiervan op de hoogte van deze partij? Nee, ik ben er niet van op de hoogte.
Het is natuurlijk niks nieuws dat er zo nu en dan dit soort schrijnende zaken in de publiciteit komt. En ik denk ook dat dat goed is. Want wat er hier, wat ik net zag, ik denk dat er in Europa, maar in de hele wereld, je permanent dit soort filmpjes helaas kan maken. Maar de dierentuinen die u vertegenwoordigt, die werken hier aan mee? Nee, die vertegenwoordig ik gelukkig niet. Hoe weet u dat zo zeker? Wij hebben in Nederland de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. En ik kan u zeggen dat dit soort praktijken in deze vereniging, waar de 11 grote Nederlandse tuinen lid van zijn, uitgesloten is. Gelukkig is er ook een Europese dierentuinvereniging, waar wij als Nederlandse tuinen ook lid van zijn. En die gaat verder dan de Europese gemeenschap. En ook de, nou om en nabij de 270, ik rond af, ik weet het exacte aantal niet, grote dieren, Europese dierentuinen die daar lid van zijn, die moeten aan bepaalde eisen voldoen. Mm-hmm. Moeten de statuten ondertekenen en ook van die tuinen zou je kunnen zeggen, it's not done en het komt niet voor. Het komt niet voor meneer Blijenberg. Maar mag ik nog even doorgaan wat natuurlijk het probleem is, en daarom is dat heel goed dat er nu in de Europese gemeenschap een zoo directive in voorbereiding is. Een zoo directive, een dierentuinrichtlijn. Een dierentuinrichtlijn, en die wordt door de Europese gemeenschap op dit moment behandeld. Helaas gaat die niet zo ver als wij graag zouden willen, want ook daar moet men met compromissen werken. Hoe luidt die komt eraan. En daar moeten dierentuin en alles wat zich dierentuin noemt, moet aan bepaalde eisen voldoen. En de Zoo Directive geeft algemene richtlijnen aan. En de diverse Europese EEG-landen kunnen naar believen, en dat is dan eigenlijk jammer, kunnen die hun eigen wetgeving daarop aanpassen. Maar, dus ik wil even naar meneer Blijenberg. Meneer Blijenberg, de dierentuinen die zijn aangesloten bij de vereniging van meneer Van der Pol, die werken daar niet aan mee, aan die handel in exotische dieren. En er komt een Europese richtlijn aan die iedere dierentuin die daar wel aan mee zal werken uitsluit van het predicaat dierentuin. Ik vat het even voor Heel globaal, ja. Ja. Heeft u reden om aan te nemen dat de dierentuinen die wel aan die handel meewerken, dat het inderdaad een heel ander soort clubje is dan degene die meneer Van der Pol vertegenwoordigt? Dat hebben wij nog niet concreet. We weten wel dat er dierentuinen in België, in Groot-Brittannië en Spanje aan meedoen. Wat wel duidelijk is, is dat je als dierentuin natuurlijk allerlei regels samen kan opstellen. Als daar een groot aantal dierentuinen niet aan meedoet, dan heeft dat ook weinig zin. Vandaar dat we als dierenbescherming hebben gezegd dat dat Europese die wetgeving, die CITES-wetgeving, strenger moet en beter aangepakt moet worden. En we hebben het rapport zojuist aangeboden aan mevrouw Maai-Wegge. En die heeft ook gezegd dat er in die CITES-wetgeving op Europees niveau op het moment ook gesproken wordt. En dat er een onderzoek gedaan zou moeten worden. En daar hebben wij nu het eerste onderzoek voor verricht. Dus die Nederlandse papegaaien, die van Nederlandse dierentuinen afkomstig zijn, dat zijn bij uw weten niet officiële dierentuinen? Daar hebben wij op het moment niet concrete gegevens van. Wie weet dat die nog zullen komen. Maar het is eigenlijk op dit moment zo dat dierentuinen het wel kunnen doen. Deze dieren fokken en verkopen door een gat in de wetgeving van de Europese CITES-wetgeving. Ja, het kan dus wel, zeg maar. Mogelijk dat het kan, maar dat is net wat ik al zei. Het begrip dierentuin is geen beschermd begrip nog. Het is geen beschermde naam. En er zijn buiten de 11 tuinen zijn er misschien nog wel 80 instituten in Nederland, maar in België en in Europa, wat zich ook dierentuin noemt. En daarom zijn wij nou zo blij dat er in ieder geval, het zij minimaal, maar het is een aanzet, Europese wetgeving komt die deze zaken regelt. En die op den duur, als men niet aan die voorwaarden voldoet, over gekwalificeerd personeel, veterinaire behandeling, maar ook het houden je aan richtlijnen, wat je met je dieren doet. Dan verlies je je status. Dan verlies je status en dan zal je in uiterste consequentie tot sluiting gedwongen worden. Ik wil het hierbij laten. Dank u wel, meneer Van der Pol en meneer Blijenberg van de Dierenbescherming.